En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we staan hier allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd, voordat u weer naar Spanje rijdt. Kom dan maar even bij ons aan, en laat je paardje niet buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn... Hattem, mag ik van jullie het meest luide applaus ooit voor Sinterklaas? Wat fijn dat u er bent, Sinterklaas. Wat fijn dat u er bent hier op het grote marktplein in Hattem. Maar u was wel heel erg laat. Is dat zo? Was ik zo laat? Wat is er gebeurd, Sinterklaas? Wij zaten vast in de sluis. Nee. Ja. U zat vast in de sluis? Wij zaten vast in de sluis. Althans, de deur zat vast. En toen, Sinterklaas, en toen? Ja, toen was er heel veel geloop. Van de ene deur naar de andere deur. En toen ging de deur weer open. Ik heb het een beetje opgelost. Ja? Ja, want er stonden een heleboel mensen en die hadden allemaal kauwgom. En één deur wou niet dicht. Toen heb ik allemaal kauwgom gevraagd aan de mensen. Die heb ik aan de meneer van de deur gegeven, die heeft er tussen geplakt. En toen bleef de deur dicht. En toen konden we verder. Daarom zijn we een klein beetje laat. Wat is die slim, hè, die Piet? Maar wel goed dat hij dat gedaan heeft. Burgemeester, ik kom heel even bij u staan. En dit is best wel een bijzonder momentje. Ja, ik ben er heel blij mee dat Sinterklaas er weer is dit jaar. Want, heeft u er erg naar uitgekeken ook? Ik kijk er eigenlijk het hele jaar naar uit. En zeker als de blaadjes beginnen te vallen, het begint een beetje kouder te worden en een beetje regenachtig. Ik denk, hef gezellig, Sinterklaas komt hier. En ligt u dan ook wakker, burgemeester? Slaapt u dan ook heel slecht? Nou, wel een beetje. De week voorafgaand heb ik wel een beetje moeite. Ja, ik ben altijd blij als hij er weer is. Wat is uw favoriete Sinterklaasliedje, burgemeester? Ja, toch van de stoomboot, hoor. De stoomboot? Dat is, ik denk dat heel Hattem hem kent. Is dat ongeveer zo? Let op, burgemeester. Alleen Hattem. Zie ginds komt. Hij brengt ons. Hoe een pot. Het dek op en neer. Wacht even. Dit is wel een beetje suf, of niet? Nee, ik ga Piet vragen. Dit is wel een beetje suf. Een beetje suf. Hoe bedoel je een beetje suf? Nou, het kan ook anders. Het kan wel wat sneller. Het kan sneller, maar let op, het kan ook heel anders. Doe die handen eens hoog. Hoger. Hij kan ook zo. Sinds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe voelt zijn paardje het dek op en neer? Opwaaiende wimpels en nu jullie zo hard als je kan. Ik hoor je niet. Nog wel heel erg zachtjes, hoor.
Ik vond het nog wel heel erg zachtjes. U niet, Sinterklaas? Nou, aan deze kant hoorde ik een beetje wat er gezongen werd, ja. Aan deze kant? Deze kant dus niet? Dat wil zeggen dat deze kant dus harder zong dan die kant, Sinterklaas. Horen jullie dat? Jullie zongen zachter dan die kant. Wacht even. We gaan even een wedstrijdje doen. Wacht even. Dan trekken we zo'n rechte lijn zo door het midden. Dan zijn jullie de linkerkant. En jullie zijn de rechterkant. Let op. En van je hela, 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 hola, la, hey. Olé, 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 we are the champ. En van je hela, 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 hola, olé, 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 olé. Wie zit er aan? Wie? Zij zijn harder, hè? Ja, die zijn echt harder. Olé, 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 olé. We are it. Zij zingen niet met hun mee. Oh, wacht even. Zij zingen gewoon met hun mee. Ja, dan kan ik ook als hardste zijn, natuurlijk. Nee, maar Sinterklaas, er is ook iets heel spannends gebeurd, hè, de afgelopen dagen. Want er was een kleurwedstrijd, of niet? Ja, er was een kleurwedstrijd, dat klopt. En nou schijnt het zo te zijn, dat de winnende tekeningen, die schijnen daar in dat gebouw te liggen. Zijn ze daar? Die schijnen daar in dat gebouw te liggen. Dan moeten ze hierheen komen. Die moeten eigenlijk hierheen komen. Dat is best een spannend moment. Want die liggen namelijk daar in dat gebouw. En daar zitten dus de winnaars tussen. Ja, daar zitten de drie winnaars tussen. Drie. Want u heeft drie winnaars uitgezocht? Er zijn er drie uitgezocht. Een derde, een tweede en een eerste prijs. Een tweede, een derde en een eerste prijs. Dat is dus best heel erg spannend. En als het goed is... Als het goed is, gaat u straks ook die winnaars bekendmaken? Dat is wel de bedoeling, ja. Maar dan heb ik de tekeningen nog wel weer even nodig. Ja, nee, die gaan zo komen. Let maar op, Sinterklaas. Die komen zo... Hoe oud bent u, Sinterklaas? Ik ga het hem vragen. Hoe oud bent u, Sinterklaas? Dat is een vraag die stellen heel veel kinderen elk jaar aan mij. En ik word elk jaar een jaartje ouder. Nee. Ja, elk jaar. En het probleem is, ik ben de tel kwijt. En soms zeggen ze tegen mij van, u bent al wel heel erg oud. Zeg ik, ja, ik ben al heel erg oud. En anderen zeggen van, nou, misschien bent u wel 700 jaar. Nou, dan denk ik, dan ben ik 700 jaar. 700 jaar, Sinterklaas? Dat zeggen ze. Nando? Burgemeester. Heeft u de Dijkpoorten gelezen van afgelopen week? Jazeker. En daar stond de week daarvoor stond er een kleurplaat in. Ja. En het mooie is dat er wel heel veel kinderen zijn die kleurplaat hebben ingekleurd. Ik zie het. Er zijn hele mooie... Wie van jullie heeft allemaal een kleurplaat ingekleurd? Kijk eens. En Piet heeft hier de uitslag binnen. Want Sinterklaas, het zijn best wel bijzondere prijzen, hè, die er te winnen zijn, of niet, Sinterklaas? Jazeker. Ik heb als derde prijs een halve kilo pepernoten. Gelijk opeten. Ja, gelijk opeten. En als tweede prijs heb ik een kilo pepernoten. Ook gelijk opeten. En dan de eerste prijs, Sinterklaas, de eerste prijs. De eerste prijs, daar ga ik op bezoek. Nee. Ja, daar ga ik op bezoek, want die heeft zo'n mooie tekening, daar ga ik zelf heen. Daar gaat u zelf heen? Ja, ik kom daar thuis. Met een Piet? Met twee Pieten. Met twee Pieten, Sinterklaas. Sinterklaas, maar dat is bijzonder, hè, burgemeester? Dat is heel bijzonder dat Sinterklaas langskomt, ja. Heel bijzonder. En Sinterklaas, zullen we gelijk de winnaar bekendmaken? Of mag ik nog een vraag stellen aan de burgemeester? Je mag eerst een vraag stellen aan de burgemeester.
dan geef ik ze even aan jou. Want ik sta niet zo vaak naast de burgemeester. Maar hoe is het nu om burgemeester te zijn? Dat vraag ik me wel eens af. Jullie ook? Hoe is het nu om burgemeester te zijn, burgemeester? Nou, zal ik jou dat even laten merken? Oh, wacht, dan doen we daar het officieel liedje bij ook. Dat wil zeggen dat ik nu echt officieel burgemeester van de stad mag zijn? Ik zal u even voorstellen aan Joris. Dit is Joris. Dag Joris. Wat leuk je weer. Ja, ik ben blij dat u er bent, Sint. Heel fijn. Wat een bijzonder moment. Ja, heel bijzonder, ja. Ik ben eigenlijk nog nooit burgemeester geweest. Hoe kom je dan aan zo'n mooie ket? Die heb ik net van de echte burgemeester gekregen. Kijk eens aan. Ik mocht even Joris zijn. Burgemeester. Weet u hoe een Sinterklaasliedje zingt, klinkt als een echte burgemeester dat zingt? Nee, doe eens voor. Dan zingt Zie de maan schijnt door de bomen, klinkt dan zo, als een burgemeester dat zingt. Hè? Dat is dan heel anders. Als een burgemeester dat zingt, dan zingt het zo. Gestaakt u wild geraas. Heerlijk avondje is gekomen, het avondje van Sinterklaas. Vol verwachting klopt ons hart, wie de roe krijgt, wie de gaat. Vol verwachting klopt ons hart, wie de roe krijgt. Zullen we toch maar weer wisselen? Wisselen. Ruilen. Ruilen. Deze pet tegen de keten. Ik denk dat dat op zich wel verstandig is, hè, burgemeester. Zullen we dat maar doen? Ik denk dat ik zo'n hele goede Joris ben. En ik denk misschien toch wel, als ik zo naast u sta, dat ik toch niet zo'n hele goede burgemeester ben. Want ik denk dat er heel weinig Hattemers zijn die mij als burgemeester willen, hè? Burgemeester, u krijgt de ketting terug. Zal ik dan eens Zie de maan schijnt door de bomen laten horen zoals Joris hem wil? Van welk jaar bent u burgemeester? Ik ben van 1956. Nee, dat was de tijd van de rock'n'roll, hè? Dat was de tijd van de rock'n'roll. Dat was een beetje dit gevoel, hè, burgemeester? Een beetje dit gevoel. Door de bomen, makker staakt u wild geraas. Het heerlijk avondje is gekomen, het avondje van Sint. Applausje voor de burgemeester! Overwachting klopt ons hart, wie de roe krijgt, wie de gaat. Overwachting klopt ons hart, wie de roe krijgt. Wat kan die dansen, hè, de burgemeester? Wat kan die dansen? Sinterklaas, de kleurwedstrijd. Ja, ik heb hier een kleurplaat. En dit is de derde prijs. En die is van Niels den Besten. Niels den Besten. Niels, waar ben je? Niels, kom maar. Niels, je hebt gewonnen. Je hebt de derde prijs gewonnen. Dan krijg je een halve kilo pepernoten en dat is hier opeten ook. Ja.
Dankjewel, geef me een applaus, Niels. Dankjewel, Niels. Dankjewel. Hij is ook wel heel erg mooi als inderdaad. Ja, hij is heel mooi. Hij heeft heel veel kleuren gebruikt. Kijk maar eens. Zoveel kleuren als hij heeft gebruikt. Mooi, hè? Mooi, oh, Niels, de winnaar. En dan die kilo pepernoten, de tweede prijs, Sinterklaas. Ik vind het zo spannend. Ja, de tweede prijs is gewonnen door een duo. Een broertje en een zusje hebben deze kleurplaat gekleurd. Milo en Aileen. Hooymaaiers. Milo en Aileen Hooymaaiers, waar zijn jullie? Kijk eens, Milo en Aileen. Van harte gefeliciteerd. En gaan jullie samen deze zak pepernoten ook opeten? Ik kom even tussen jullie in zitten. Kom eens hier staan. Jij bent? Milo. Hallo Milo. En jij bent? Aileen. Dan zijn jullie het echt, hè? Wat spannend. Jullie hebben wel heel erg mooi gekleurd in Sinterklaas. Ja, en ook een beetje buiten de lijnen, want je moet een beetje buiten de lijnen denken, hoor. Dus... Belangrijk, hè? Buiten de lijn. Altijd buiten de lijn. Dus jullie krijgen een kilo pepernoten. Met een kilo pepernoten. De winnaars van de tweede prijs. Maar dan Sinterklaas. De eerste, want het is best spannend. Bij de eerste gaat u ook thuis op bezoek, hè? Ja. En dat ben ik, denk ik, hè? Begint jouw naam met een M? Ja, Sinterklaas. Norris. Norris. De N van Norris. Ja, maar ik bedoel de M van mij. Ja, de M van Norris. Meike. Meike is in de klas. Meike. Meike Blanker. Meike Blanker. Meike Blanker. Kijk, Meike wordt het podium opgetild. Kijk eens. Met Pieter. Ja. Dan ben jij een winnaar. Kijk eens naar hoeveel mensen op de markt staan en die nou voor jou ontzettend gaan applaudisseren. Ja. En weet je wat zo mooi is, meid? Sinterklaas komt bij jou op bezoek. Ja. Dat is mooi, hè? Kijk eens. En ik vind het zo mooi. Je hebt een mooie regenboog getekend. En die stond helemaal niet op de tekening, maar die heb je zelf bedacht. Dat vind ik echt heel knap van jou. En mooie hartjes. En Zwarte Piet staat er ook op. Sint en Zwarte Piet. Zelf geschreven. Mooi, hè? Ja. Mooie Piet. Ik vind hem fantastisch. Meike. Wat is jouw leukste Sinterklaas liedje? Sinterklaas kapoentje. Zullen we die dan doen? En wil je die dan een beetje stoer? Of wil je die heel lief? Juist. Stoer. Gewoon echt... Heel vet stoer. Ja. Is dit dan ongeveer wat je bedoelt? Moet je goed luisteren. Geef er een applaus. Meike! Hatten! Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Sinterklaasje, bonnen, gooi wat in mijn lege tonnen. Gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaas. Wacht even hoor, wacht even. Geef ook hem een applaus op toetsen, Menno Beijer. Menno, één ding, maar ik vind dit niet stoer hoor. Ik vind dit niet stoer, dit kan veel ruiger. Meike, dit kan veel stoerder, Meike. Het kan veel stoerder. Het kan veel stoerder, Hattem. Hij kan ook zo. Sinterklaasje, bonnen, gooi wat in mijn lekkere tonnen, gooi wat mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Hey Sinterklaas, nog één ding, wat zou u willen zeggen voor u zo meteen de stad ingaat? Dag hoor. Dag Sinterklaas. Ja, dag Sinterklaas. Ik hoop dat we een heel leuk Sinterklaas feest.
Oké, dus u hoopt eigenlijk dit Sinterklaas. Sinterklaas, maar voor we zo meteen afscheid gaan nemen, denk ik dat het een heel mooi moment is om al die kinderen van harte nog even dag te zeggen. Sinterklaas, daar stond u op de markt hier vandaag. Sinterklaas en ik zei van Lisa, een cadeautje zij wat vleugels, dat is waar zij haar hart aan verliest. Ja, Sinterklaas, u gaat uw best doen, ze krijgt een lijstje hier vandaag. Sinterklaas, Sinterklaas, wens u nog veel plezier vandaag. Een dag Sinterklaasje, zwaartje en Piet. Een dag Sinterklaasje, da, zwaartje en Piet. Een dag Sinterklaasje.